is dit gevaarlijk waar we nou komen? Nee, dat is niet gevaarlijk. Dat is gewoon zo. Hoi, Bas. Edi Pauwels. Onderweg. Onderweg, ik zeg het. Ja. Het ziet er allemaal heel spannend uit. Dat is ook heel spannend. Ja, dat is begonnen in de Tweede Wereldoorlog. Mijn museum, ons museum. In de Tweede Wereldoorlog? Ja. Onze papa is begonnen in de Tweede Wereldoorlog te verzamelen. Die opa kwam in een Duitser. En opa had een rugzak, schubke, regenkeep op de schelf weggedood. En in 1945 kwamen de Engelsen, 11e Panzerdivisie, Britten. 15 Schotse divisie en dus is pap mee gaan werken. En ik kwam overal, ja, waar spullen lagen. En daar is hij allemaal het grij mee op gaan rapen en zo is je bewust te verzamelen. Wacht even, dat verhaal van opa, dat moet je me nog een keer uitleggen. Want wat heeft hij nou precies gedaan? Onze pap, nee opa. Oh. Onze pap die was 10, 11 jaar. En dan kwam bij opa op de boerderij in Amerika, in Hubertweg, kwam een Duitser. En die wou terug naar zijn vrouw en kinder. En onze pap had de rugzak, de schubke, regenkeep van die Duitser gekregen. Oh. Op de schelf weggedood. En opa had het Duitse uniform al verbrand. Maar je kunt hem binnen zien. Onze pap is hier, opa is hier en een Duitser is hier. Ja. Als poppen. Als die, als die organa. En is dit een eerlijk hoes? Nee, ik kom eigenlijk van Amerika. Vroeger had ik eerst Mulstort gewoond. Dus pap is bij Niels Spoorwegen gewerkt. En in 2000 heb ik voor zijn pap hier een museum gemaakt. Ik zocht eigenlijk een groot hoes met veel ruimte. Want ik had in het achterhoofd dat ik wil voor zijn pap een oorlogsmuseum maken. En mijn vrouw die zat altijd hier in de tuin te dabben. Blomen. En de ganzen die een tuin aangelaagd, noem maar op. Dat is haar hobby. Goh. En dit is in een heel vroeg stadium al besmet door die paap? Dus ik denk een jaar of ook 10, 11 jaar. Zijn pap die was jager. Die ging jagen. En dan liepen in Amerika door zijn jacht. Want nu loren ze meer dan. Er lagen toen de oude loopgraven. Ik zie nu allemaal kleine beekjes, riviertjes op die bungalowparken. En dan zei zijn pap, ik heb door die Engelse helm gevangen, door die Amerikaanse. Door lag dit, door lag dat. Er lagen handgranaten, door lag een geweer. Daar gingen ze mee struipen. Dus dan haast rende gewoon weg, zei zijn pap. Dus okay. Je weet het ook hier. We hebben wapen en munitievergunning dus. Oké, okay. En dat is allemaal onkloor gemaakt? Ja, we hebben het allemaal onkloor gemaakt. Ja, ja. En dat is, was dat niet voor tanks? Dat is eigenlijk versperringen voor de tanks en van infanterie. Heel bekend van Saving Private Ryan, die film. Daar zit Tom Hanks, ze zit achter zo'n stuk ijzer zitten. Wordt dat niet op het strand? Ja, dat was normaal op het strand. Ja. Ik heb spullen gekregen van de genie van Defensie. En er zat ook dat ding bij. Dat brugdier dat je de vuur aan de weg zet, is er ook. Hier kun je 23 juni, volgende week, kun je hier museum Oorlog in de Peel. Een gans groot tentkamp. Komen de tanks, komen Duitse voertuigen. We zien hier alles speciaal aan het leggen met kabels. Oh, dat is allemaal nee? Ja. Die peul ook? Ja. Vorig jaar hebben we een Gentpeul zo'n ditje op de speul neergezet. Daar komen ook kabels, radio's, hoe ze toen deden bellen, niet met een handy. Maar echt met kabels uitleggen. Die, en dat die veldtelefoons? Veldtelefoons, ja. Wie ze met elkaar communiceerden van dat de artillerie, wat kanonnen moest afvuren. En ik heb geluk, ik heb een goede bekende in Zuid-Limburg. Die heeft een Duitse veldtelefooncentrale. En ik heb een goede bekende in Overloon zitten. Gerald Meenten, die net Amerikaans. En die op de kabels zo leggen dat die met elkaar kunnen praten. Was toen niet, hè? Nee. Die praten niet met elkaar over de. Maar, Overloon, dan is het over het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. Ja, ja. Hè? Nou, ik heb eerlijk van een dunge goot, dus dat werd ook wat ik deed. Dus. Maar is dit een. Hebben we nou een soort van verborgen pareltje ontdekt? Dat ben ik wel heel zeker. Ja. Hey. Ik heb al heel veel gasten gehad en die vallen naar achterover. Ik denk dat ik ook daar ook tegen moet horen. Weer hier spontaan een beetje door de boetegebieden van de Meldersen. Meldersen, ja. En toen zei ze in de auto van, wat zei ze ook alweer? Ja, dat oorlog in de Piel. Oorlog in de Piel. Er is ooit een keer op L1 geweest, is maar één oorlogsmuseum. Dat is denk ik gewoon eyewitness, jongen, nog ingebroken. Ja, dat ben ik geweest. Maar dat was te gek. Twee, hè. Dat zien er nou nacht, zeker drie. Roer Driehoek van Roy Fenix.
En van Roy Jacobs en Grimbergen, 40-45, Maaskant 40-45. We zien met drie privéverzamelaars die in onze collectie en de boetewereld laten zien. Er is er nog een, hè? In Mook. In Mook is er ook. Oh, ja, dat is nog net een hele kleine. Dat is heel klein. Maar wel heel interessant. Ja. Dit was het vroeger. Ja, dat was het enigste. Leid Stiegels maar rond. Ja, kom kijken. Kom binnen. Met de gemeente van gezorgd. Lip is die goed opgenomen. Daar zien we wel een beetje trots op. Ja, chic. De gemeente is dus voorgedragen bij de Liberty Route en wij hebben het gekregen. Dit klinkt een beetje Joods. Ja, ja. Studio Liebeskind. Liebeskind. Ja. Maar dat heeft niks met Nee. Okay. Dat zal wel den, ja, die maken. Oké. Okay. Kom binnen. Moet ik een vaas zoeken? Weet ik niet. Maar ik wil eerst wel even van dicht antwoord op de vraag hebben. Wat vond hij de pap ervan toen Stig uiteindelijk voor hem een museumhuis? Dat was blij. Ja, dat was door. Als pap had dat allemaal zitten ja, toen ik getrouwd ben op mijn sloopkamer en naar een andere sloopkamer in Amerika. Op de Geers Mulderstraat. En ik zei tegen pap, ik heb hier drie championcellen. In eentje zit mijn jeep. Dit was een carport. Ik zei, die andere wil ik eigenlijk wel als museum gaan maken. Die kijk ik me met zo'n ogen aan. En dat heb ik gedaan. In 2000. Toen in 2000 met de opening is ook Graat Poels hier geweest. Toen Poels is hier geweest. De mannen van de Zwarte Plak. Ja, ik heb spullen van Bert Poels gekregen. Van Zine Zoen, dat weer van Jacques Poels. Nee, Jacques Poels van Romanezen, maar ja. Jacques Poels van Romanezen is vorig jaar hier geweest. Die kijk ik me met zo'n ogen. Ik heb ook de kinderen hier gehad van Poels uit Amerika. Kijken we met zo'n ogen aan. Die wist dat zijn pap die collectie had. Maar wat ik ervan gemaakt en vertel heb. Even over de mannen van de Zwarte Plak, van Poels. Ja, het verzet, hè. Ja. We zaten verzetsborderij. Tine Scheurs, Tijgeurts, Smets en Poels. Het waren veerborderijen. Iedereen had altijd voor de familie Poels, maar het waren veerborderijen. Dus je kunt nou nog de oude schoolkelder kunt nog een beetje zien. Hoe je ongeveer is geweest. Dus hij moet er ook wel, denk ik, wel wat treuntjes gevloeid hebben van emotie. Geregeld vallen neer treuntjes en die mensen doen drie keer slikken. Ik heb gasten uit Groningen, Friesland, Drenthe en stier dan uit China in. Die man die koos Japan. Die koos alleen maar Japans en zijn vrouw die koos Duits. Dus ik koos een beetje met handen voor Duits en zij lag het in het Japans nog goed. Die vroegen mee was en toen van hem, had hij iets van Japan? Ja, ik heb een geweer. Een Arisaki. En die ging met zo'n ogen aan. Ja, dat is echt leuk. Wat hier gebeurt, dat... Hey, ik vind er dit van. Ja, nou oké. Okay. Nou, ik ben... Kijk. Kijk. Dat is een fles, hè. Oh, kijk dan toch goed, man. Hé. Hey. Is er ook In Amerika noemen ze dat een partypooper. Ja, een is de sfeer verpest. Man, dit gaat wel heel wit, hè? Ja. Daar is een van onze designers, van onze vrijwilligers. We zien een team van 8 man en die hebben dit gemaakt. Chocolade. Geweldig. Was de sponsor. Ja. En wat loopt er het beste? De Duitse chocolade of de melk? Ja, okay. Melk chocolade. De witte chocolade die deal zelfs aan. Hey, maar doe eens het even vrijwilligers, hè? Ja. En doe ik die even een plezier, denk ik. Kijk een beetje erboven, op de plank. Oh. Ja, door. Ja. We zien met een team van 8 man, nu ik ons denkteam, die hebben dit gemaakt. In de coronatijd, vervolgens kwam corona perfect dood. Ik zat zondag zeer te denken, wat zal ik eens maken met die balie met licht? Amerikaanse helmen, lamp erin. Het heeft wel 8 borgen gekost, want die zien knokenhaard. Die moet een plaats zeggen. En dan hebben we dit in de coronatijd ook allemaal perfect doet. Het alle museum opruimen, en loods er neergezet, VRC-containers, spul erin en dan zijn we weer gaan verbouwen. En door die mannen, door sponsoren zeg ik dan maar, had ik het niet kunnen. Gemeente Horst aan de Maas heeft een flinke subsidie gegeven en provincie Limburg. Kijk. Dit spul is Nederlands-Indië, huurt er eigenlijk ook bij. Dat hebben we in een aparte vitrine zitten. Een hele heftige periode, hè? Ja. We kregen nog werkelijk spullen, dat komt hierin. Iedereen die achter de balie staat, die maakt een giftkaart, wat van is, wat het is. Maken we foto's van en komen in een database van ons. We kregen hier verschenkelijke, wekelijks kregen we nog spullen. Oh my god, en hier ook? Ja, de prinsesjes, hè?
Hey, Marleen de Dietrich op de achtergrond met Lily Marleen. Ja. Oh ja, sorry hoor, maar die foto, hé. Ja, dat is een pap. Ja. Dat is die een pap. Dit is het Alde Museum in 2000. Dit is de eerste foto. Die foto is gemaakt voor, we zien op de kalender geweest van Horst en de Maas. Dus toen met een Dodge, met een dubbelasser. Dodge WC62, Tweede Wereldoorlog. Is dat die we net al zo gestonden in de Loods? Ja, dat is deze. Die kost net binnen. En aan de zijkant zo allemaal onze pap zien, ja, de eerste collectie. En die moest al gauw nog goed. En toen werden we, ja, kan er steeds meer krijgen. Ik ben me even avondvroeger weer nou het meest trots kiek op de foto. Die of die in de paal. Ik ben wel erbij. Wauw. Ja. Oh, wacht. En de kent vriend van de stichting weer. Voor €20 per jaar.